we gezien dat ze maquettes aan het maken waren. En het is gewoon zo leuk om te zien dat het nu in de ruimte staat. Dat de kinderen heel enthousiast zijn. En toen ze de stroobalen zagen, toen wilden ze al gelijk gaan bouwen. Maar vandaag mag het echt. Omdat het leuk is. Nee, omdat we de schoolplein mooier gaan maken. Ja, want dit is niet leuk, maar dit is wel leuk. Samen. Ze gaan helemaal los. Maar als je ze ziet slepen met al die spullen en ze hebben geen motivatie nodig, alles gaat helemaal gezellig. Ja, dan worden wij als leraar ook heel blij van. Want hoe meer ze uit zichzelf doen, hoe meer ze leren. Hallo, wij zijn de helpsters. Ik vind het heel erg leuk om te zien dat ze vanzelf gaan samenwerken. Dat ze gewoon heel enthousiast zijn. Dat je gewoon kan toekijken. En dat er eigenlijk niks gebeurt wat vervelend is. Alleen dat iemand een strootje in zijn ogen krijgt. We zijn weer terug. Als jij wilt een doolhof maken, dan kan je hier zo kijken naar de doolhof. Als je wilt kijken, dan moet je hier zo komen. Kan je mij helpen? Ja, en ja. Kom maar. De doolhof heeft hele doolhof. Leuke dingen. En dit is een hele leuke doolhof. Dit is een hele leuke doolhof. Leuke dingen. Iedereen is hier blij. Meneer, kijk daar! Hey, kom! Die kant op. Nee, ik ben de sleutel. Dit was de doolhof en we hebben nog een hut. Maar het wordt nog mooier bij die hut. We hebben echt een hut. En dan komen dan de ouwe, die komen daar samen. Of de wijzen komen daar samen. Soms zijn het de oude mannen, soms zijn het de oude vrouwen. Dat hangt van de cultuur af. En soms zijn het de chiefs. En die gaan over alle belangrijke beslissingen. En als er dus een belangrijke vraag is, dan ga je naar die hut. En dan ga je met de chiefs, of soms met het hele dorp, dan ga je alles bespreken. En dan ga je het doen. En dit is de hut waar we gaan bespreken hoe we het op de speelplaats gaan doen. Wat zijn jullie aan het maken? Nou, een jumbopad. Maar misschien kunnen we die snoeisteraar wel regelen. Maar ik denk dat karton nergens vandaan komt. Ja, een jumbopad. Ja, en dan gaan we allemaal strooi. We maken een soort, zeg maar, een gevaarlijk pad, zeg maar. Als je denkt na, zeg maar, dat je echt in de jungle bent en dat iemand je aankomt. Er zijn allemaal beesten zitten, zoals we daar een kikker hebben gezien. Daar gaan we ook doorheen. Ja, het jungelbad is zeg maar de hele school. Ik ben er gewoon mee gelopen. Ik ga nog een keer. Ik vet. Weet je hoe vet? Je lijkt naar zo'n jungle. Oh, omdat vroeger hadden we echt niks. We konden alleen hetzelfde spel doen, omdat we niks anders leuks vonden. Ja. Dus daarom, nu hebben we dit. Nu kunnen we met dit soms spelen. Hebben we net het junglepad gelopen en verder uitgezet. Hebben jullie gedaan? Met de snoeischaar erachteraan. En dan hebben we ook dat we die gevel, die onderrand, is niet zo mooi. Dat zouden we al plukborders voor willen hebben. Met eetbare dingen. Met eetbare dingen. Ja, dat is voldoende jongens, denk ik. Oké. Hier drie en daar drie. We maken daar bijvoorbeeld een heel klein bordertje, waar je dus planten in zet, waar je zorgt dat er een muurtje omheen staat, zodat de aarde niet weggaat. Dat is mooi. Ja. Zie je dit? Dat wordt heel lekker iets dat je kan eten en alles. Dit wordt pompoen. En dit gaat groeien. Dit was ook pompoen en alles. Dit gaat alles.
nog maar even wachten. En als het zomervakantie is, zijn ze heel lekker en dan gegroeid. We zijn voor de overblijf. Komt alles in. Voor de hindernissenbaan, baan, maar het is een goede plek voor een heleboel dingen. Je moet wel meehelpen, hè? Ja! Je moet wel meehelpen. Nee, ik moet wel. Ja! Stroobalen hebben. Nee, hier gaan we ruimte maken. En dan, zoals deze, gaan we dan omkeren. En dat kunnen we goed staan. Doe maar voor. We kunnen hier ook gewoon een chillhoek van maken. Ja, zo heb je zo'n hoek. En dan gaan ze hier maken bankjes van deze dingen. Ja. Maar nu hebben we even, met z'n allen hebben we elkaar nodig, want er zijn leerkrachten die hebben gezegd van ik wil wel met mijn klas naar buiten kunnen, maar dan moet ik ergens kunnen zitten. Dat betekent dat jullie les die niet binnen hoeft, dan ook buiten zouden kunnen krijgen. Ja! Nou, en dat dan, hoe heet dat? Een amfitheater. Misschien moet het wel met aan de lijn, hè? Wij zijn ook heel enthousiast om verder te gaan met dit project. Ja, zeker.